We treffen hier op de Loswal Ruud van de stichting Opkikker. Ruud, vertelde, wat gebeurt hier allemaal? Ja, wij zijn hier namens stichting Opkikker bezig met een Opkikkerdag, een Piratendag. En die is mede mogelijk gemaakt door 25 fantastische schippers uit Spakenburg. En de mensen uit de Eemdijk, waar wij vandaag de gast zijn met rond de 50 gezinnen waarvan een van de kinderen langdurig ziek is. En daar hebben we een Piratendag mee, vol met activiteiten. En dat is wat er nu plaatsvindt. Oké, en gaan ze ook op die boten meevaren? Jazeker hoor, vanochtend hebben ze hier naartoe gevaren natuurlijk, want je komt hier niet vanzelf, dat gaat ook over het water. En we gaan straks weer terug met iedereen in een schepen in. En dan gaan we weer terug naar Spakenburg. En dan gaan we lekker eten met z'n allen. Doen jullie jaarlijks zo'n soort iets organiseren? Of? Ja, Stichting Opkikker organiseert voor rond de 5000 gezinnen per jaar leuke dagen ontspanning. We halen mensen even uit de dagelijkse realiteit, waar we ze proberen de forse portie positieve energie mee te geven. En dat is waar we hier mee bezig zijn. En als we hier in de rondte kijken, zullen we zien dat de gezinnen inderdaad behoorlijk positief geladen hier weggaan. Oké, nou ik ga even een rondje maken. Helemaal goed. Nummer 20, bierhuizen en schelvis, amor! Boot nummer 8, de familie Gerritsen en de boer in Schepenwaard!